beetje een raar toernooi, denk ik, voor jou. Eerst mag je niet starten, dan op het laatste moment meldt iemand zich af. Mag je er wel? Ja. Hoe is dat? Ja, het was inderdaad heel apart. Ik zat op een ander toernooi vorige week in Polen. En daar kreeg ik een telefoontje van Wimbledon. Dat ik alsnog was toegelaten door een afzegging van Shingo Kunida. Dat is natuurlijk, voor mijzelf was dat natuurlijk goed nieuws. En ik ben gelijk alles gaan regelen, dingetjes in orde gaan maken. En uiteindelijk mochten we hier dan toch starten. Ja. Je speelt gisteren tegen Stefan Houdin, nummer 1 van de wereld. Biedt hem goed partij. Wat voor gevoel hou je daar dan aan over? Ja, inderdaad. Wat je zegt is, het was een beetje een apart toernooi voor mij. In de zin van op het laatste moment toch nog toegelaten. Uiteindelijk speel je de eerste ronde gelijk tegen de nummer 1 van de wereld, Houdin. Je wint de eerste set, komt 2-1 voor in de tweede. Kansje op 3-1, dat pak je net niet. En daar gaf ik hem wat ruimte om toch wat zelfvertrouwen op te doen. Uiteindelijk verlies je hem in 3 sets. En dat was op dat moment wel heel erg zuur. En ook omdat ik er lekker in zat, dat ik mij goed voelde. Ik was fris, maar ik kon hem net niet naar me toe trekken. Ja, vandaag halve finale dubbel, gebeurt min of meer hetzelfde. Ja, klopt. Winnen eerste set goed, goed tennis. Tweede set zak weer ietsje terug. We waren iets minder agressief dan in de eerste set waren. Derde set pikken we dat wel weer op, komen 5-3 achter, komen terug tot 5 gelijk. Daarna 2 close games, 6 gelijk, tiebreakje, 8-6 en dan kan het alle kanten opvallen en het viel net niet onze kant op. Met wat voor gevoel ga je dan nu naar huis? Dubbel gevoel, blij om weer op Wimbledon te zijn natuurlijk. Een van de mooiste, beste toernooien wat er bestaat over de hele wereld. Trots dat ik hier aan deel mag nemen. Maar van de andere kant wel teleurgesteld, want je verliest 2 keer in 3 sets en het had ook zomaar 2 keer winst in 3 sets kunnen zijn. Wat betekent dit op weg naar Rio? Ja, voor mijzelf op zich een positief gevoel. Ik bedoel, je staat hier met de beste 8 mannen van de wereld. Je speelt 2 keer 3 sets, je zit net niet mee, maar dat betekent voor mijzelf een gevoel dat ik gewoon dichtbij zit. En dat iedereen van iedereen kan winnen. Het geeft ook aan die finale tussen de twee, tussen Gordon Reed en Stefan Olsen. Allebei ongeplaatst, maar ze staan wel in die finale. Geeft aan hoe close het allemaal bij elkaar zit. En jij hoort daarbij? En ik hoor daarbij en ik voel ook dat ik daarbij hoor. En mijn niveau is stijgende. En ik sta goed te trainen. De wedstrijden, het niveau is stijgende. Daar ben ik hartstikke blij mee. En we gaan gewoon volle bak door.